Dames en heren, hartelijk welkom bij Alan Wake aflevering 3 alweer. En we gaan verder waar we vorige keer gebleven waren. En dat doen we lekker na het intro. Okay, people, let's go to work. Yes, en we zitten dus hier zo. Reach the gas station. Vorige keer moesten we inderdaad dat gasstation bereiken. Want we moesten om hulp roepen, omdat we, ja, mijn meisje is weg. Nou maakt dat me helemaal niet zoveel uit, want het was toch een knap meisje. Maar toch, voor hem is het toch misschien wel leuker als we gewoon even zijn meisje kunnen vinden. Joh, dan kunnen we, hebben we het spel uitgespeeld en dan zijn we klaar. Ik weet van Alan Wake, hey, dit is geel spul. Dat betekent dat we in de buurt zijn van een kistje. En ik zie hier een manuscript. Manuscript, dat weet je nog wel. Dat waren die papiertjes die eigenlijk Alan Wake heeft geschreven. Het verhaal... Eigenlijk zit hij nu in een droom. Oké, hij zegt... Ik hoor geesten weer. Oké, ik ga heel snel dit starten. Voordat er monsters komen. Er komen nu monsters op af. Er komen monsters! Oeh, en ik ben veilig. Want die geesten kunnen niet tegen licht. En dat is even het goed dat ik op tijd ben. En ik blijf hier heel even in het licht staan. Want in het licht is het beter. Voor je eigen bestwil. Dat is Alan Wake een beetje. Ja. Wat staat er? Safe. Oh, kijk, er komen monsters. Kijk. Kom maar aanvallen hoor, kom maar. Ik ben toch niet bang voor jullie. Want als het goed is komen ze nu wel. Dat ik nu uit het licht ben. Oh jee. Ze zoeken me. Ze houden van me. Komen ze, daar komen ze. Kijk, daar zijn ze. Ja hoor. Oeh! Zo, we schieten ze gewoon dood. En oeh, die hebben we mooi ontweken. Hij ontwijkt ook het licht. Zie je, er komen een paar geesten op af. Zo, die is dood. En er liep er net nog één. Ik zweer het dat ik hem zag. Nou, die heeft de benen genomen. En ik volg maar gewoon, er is niet echt een pad volgens mij. Oh. Oh dear, we rennen maar even. We rennen maar even, want volgens mij wilt hij meer dan kroelen. Oh! Shit! Jullie me schrikken! Hallo? Die! Insert battery, er komen er veel te veel op me af. Ik haal het niet meer. Snel, ik moet rennen. Waar moet ik heen? Oh, het loopt dood en er komt een geest. Oké, we maken hem dood. Geen gestres. Geen gestres. Huppakee. Oké, iedereen is dood. Geen gestres, jongens. Muziek dempt, dat is mooi. Als de muziek stopt met spannende muziek, dan is er geen spanning meer. En daar kwam het toch vandaan, jongens. Dit is mijn veilige plekje. Nou ja, we hebben wel ammunitie nu. Oké, moeten we dit pad volgen? Dat pad hielp toch op? Hielp toch op net? Oh, wacht. Ik zie wel iets hier. En het beeld wordt waziger. Oh. Oh. Shit, shit, shit. Out of ammo, ik weet het. Oh. Oké, ik moet nou wat aan doen. Ik moet ze doden. Ik moet ze doden. Don't worry, jongens. Het gaat goed. Ik moet al mijn ammunitie leggen. En ik zie daar wat glinsteren. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Is dat een papiertje? Manuscript page. Oké, ik pak hem maar gewoon op en ik volg de weg verder. Ik denk dat hij, net als broodkruimeltjes bij dat sprookje, rood kapje en zo, is dit eigenlijk een beetje, de broodkruimeltjes zijn eigenlijk die papiertjes voor mij. Nou, we hebben weer batterijen. We hebben nog 13 batterijen over voor de zaklamp en we hebben nog 42 kogels. Ja, mijn facecam staat er net voor. Sorry mensen. Maar, 42. Oké, we kunnen hier ook in. Hallo steentjes. Zijn jullie nou ook al zo gek bezig? Beetje ticketje doen ondertussen. En wat is hier? Hey. Kijk eens even daar. Dat maken we even open. De flare gun hebben we weer. Dat is mooi. Want die flare gun hadden we eigenlijk wel nodig. Net op het moment dat ik wou omschakelen naar de flare gun. Maar ik hem niet had. En daar is een hele grote... Oeh!
Ik hoor geesten weer, maar ik zie ze niet. Ze zijn er niet, jongens. En ik ga er ook niet meer van schrikken. Dat beloof ik. Reach the gas station. Nog meer van die rare, enge, verlaten bulldoze-machines. Oké, drie mannetjes. Ik ga naar de flaggen. Ik ga naar de flaggen. Schiet! Raak! Ik open het, ja! Oeh! Pets. Die zien we nooit meer terug, jongens. Veiligheid. Staat boven alles. Oké, we gaan dat gebouwtje in. Ik denk dat het eerste gebouwtje in moeten. Maar daar ligt wel een manuscript weer. Ik ben benieuwd hoeveel we er hebben. Zullen we even kijken hoeveel we er hebben? Ja, we missen nog... Ja, we missen een pagina, zie je het? En we missen nog een pagina. Die zit dan ergens verstopt natuurlijk. Nou, episode 1 zitten we. Nightmare. Nachtmerrie. Nou, dit is zeker een nachtmerrie. En wat hebben we hier binnen? We hebben hier een shotgun. Jongens, we hebben een nieuw wapen. En batterijen natuurlijk, ook weer belangrijk. Kun je nog meer vinden hier? Use, wat kunnen we usen? De televisie. Komt er weer een zo'n lekker mooi oog op? Oké, Night Springs. Het hek is open en... Zagen jullie dat ook? Dat bewoog daar. Waarom zou dat bewegen? Ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit zeer zeker niet. Hallo boomstampjes. Boomstammetjes, ik doe jullie helemaal niks. Ik heb helemaal geen zin in oorlog vandaag. En deze duif! Die raaf! Ga maar weg, raaf. En waag het om naar mijn huis toe te gaan en daar te gaan zitten chillen. Ik heb je al... Ik heb een shotgun. Ik heb het gevoel dat er een groter monster komt dan dat wij gewend zijn. Nou, dat mannetje kunnen we wel aan. Oh, er komen er meer. Oh, er komen er heel veel. Had ik nou maar die flaggen gebruikt, jongens? Ik weet het. Oh! Hou ze tegen. Schiet. Volgende. Schiet. Hij heeft een haak. Hij is een kapitein. Kapitein Haak. Schiet. Kijk, dat gaat goed, jongens. Oh, er lopen er nog meer, joh. Kan ik niet op die tonnetje schieten daar? Wacht, ik ga het proberen. Let op. Lukt het niet? Nee, het lukt niet. Oeh, waarom die muziek zo spannend? Hoppakee, 2-1. Kom op, jongens. Lus jullie rauw. En waarom ging die ton niet af? Oeh! Oh, dat is een baas. Shit. Oh my god. Ga maar dood. Oh my god, dat is echt een beer. Echt een beer. Waar is die beer? Waar is de beer? Oh. Hij is bijna. Ja, ik zie hem. Ja, bijna, jongens. Hij cirkelt om me heen nu zo. Wat hebben we hier nog? Revolver ammo. Daar zit hij. Bijna. Ja, bijna. Ja? Die! Zo. Nordic Walking, prestatie ontgrendeld. Ja, inderdaad. Daar is waar je thuis hoort. Niet hier op een boomstam. En dat ding, dat blijft maar heen en weer sjouwen. Ik denk als je een uur blijft wachten, dat ding nog steeds bungelt. Nou, gaan we niet doen. Ik bespaar jullie de tijd. Wauw. Nou, die baas hebben we verslagen. High five! En laten we dit openen, dit hekje. Wat zit hierin? Een hendel. Natuurlijk zit er in een hekje een hendel. En die hendel die zorgt ervoor dat wij naar het volgende stuk gaan. En daar niet de gas station? Daar is de gas station! Verdikke me! Alsof we het nooit zouden halen. Volgens mij hebben we wel, naar mijn ogen, een omweg gemaakt. En een... Het dammeertje is er ook. Ja, klopt. Het dammeertje. Dat zei ik toen nog tegen jullie. Dat dammeertje, wat een lief ding.
Nou, we hebben daar nog een wrak van een auto. En hoe komen we hier binnen? Hoe komen we daar naar binnen? Ik denk via dat we een omweg moeten nemen. Kijk hier. Daar kunnen we erin. En hebben we hier nog iets? Nee, ik denk het niet. Oké, jongens, we zijn bij het gasstation en ik zie daar een manuscript. Die moeten we verzamelen, weet je nog? Nou ja, moeten. Dat is een beetje een groot woord, maar we kunnen die verzamelen, laten we daarop zeggen. En even kijken, binnen in dit... Hallo? Ik zag net iemand daar staan, geloof ik. The Deerfest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place. Or that there'd been some kind of fight. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Okay, yeah. Wat, zeg maar, ze hebben echte karakters gebruikt, of echte mensen in het spel. Dat is best wel apart. Ik vind het best wel apart gedaan. En ik geloof dat ook die Alan Wake gozer, die hebben ze gewoon stippeltjes op zijn gezicht gedaan, dat het net echt lijkt als een gezicht van de originele karakter, acteur. En die speelt dus ook een rol in het echt, wat ze dan op de televisie laten zien. En de politieagent. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Dat is ook wel weer zo. Zij zou me niet helpen als ik had gezegd dat ik... dat Alice ineens werd meegenomen onder water of zo. En dat ik in de nachtmerrie zat en dat ik heel veel mensen heb doodgeschoten. En dat ik... allemaal rare dingen deed die je normaal niet doet als een burger, zeg maar. Is zij wel normaal, mensen? Wat? Her candy colored clown. Gaaf. Wauw. Het eiland is weg. Dat was episode 1, jongens. Het eiland is gewoon verdwenen. We gaan door. I came to Bright Falls with my wife Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Oeh, spannend hè. Het is gewoon een verhaal die we eigenlijk krijgen met verschillende episodes. New York City 3 jaar geleden. Oeh. En daar hebben we onze Alan weer. Hij heeft net boodschapjes gehaald. Spek en eieren. Voor de zondagochtend. Lekker. Maar wat zit er in die zak? Krijgen we dat nog te zien? Kom, een sleutelhanger. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. Hoi, schatje. Je bent er gewoon weer. Wat een prachtige zonnebloemen. Hey, handsome. This is gonna be a long night. But these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee. En een koffie. Nou. We gaan koffie maken. Kijk eens wat een mooie foto's. Lijkt net echt. En hier heb ik nog een mooie foto van de stad, zie ik. Zo.
we krijgen een telefoontje, wat krijgen we hier nog meer? Hebben we hier nog een mooie kamer? Ja, dit is mijn, hier doe ik mijn, hey, manuscript. Kijk, die hebben we nodig, hè, weet je nu nog? And Awake, The Sudden Stop. Hier ben ik aan het werken aan mijn boeken. And Awake, Return of Sender. Dit zijn alle boeken die ik heb gemaakt, denk ik. The Fall of Casey. Apart, hè? Nou, het is wel gaaf dat ze het zo hebben gedaan, hoor, het spel. Oh, ik kan deze deur gewoon in. En natuurlijk een wasmachine. Hier hoort een man niet thuis. Maar ik ga wel even kijken of mijn vrouw dit een beetje netjes heeft gedaan. Ja hoor, mooi bad. Luxe hoor. En hier hebben we nog een kamertje met... Oh, ja, ja, een bed. Heel belangrijk. En een radio. Is het trouwens wat voor weer is het? Het sneeuwt. Kan ik een beetje naar buiten kijken? Nee, ik denk het niet. Nou, het sneeuwt iets wel, het is gewoon rot weer. Beetje Nederland, ze hebben een beetje Nederland nagebootst. We moeten koffie maken. Oh, waar was dat koffieapparaat ook weer? Was het hier? Nee, hier was het niet. Daar ook niet, nee, nee. Dan is hier, hier is een keuken. Ik denk dat daar een koffieapparaat staat. Is dat een koffie? Nee, dat is een blender. Dat is een koffieapparaat. Kan ik naar buiten? Want ik wil best wel even lekker in de sneeuw lopen. Wat een mooie woonkamer. Ik vind het een mooi... En een televisie die nog niet is uitgepakt. Een CC-televisie. En ook nog een merk erin. Wauw. Waar zouden we plek hebben voor deze? Oh, nou. Ik denk dat daar de televisie zou komen. Er is over nagedacht. Go to Alice. We gaan weer naar Alice. Ze hebben me altijd weer nodig. Vrouwen hebben je altijd nodig, hè? Hoi. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. Het is ook een draadloos toetsenbord. Ik heb echt een scheidhekel aan. Nou, dan gaan we... Oh, we moeten toch weer naar mijn bed. Nou, wat moeten we nou weer pakken dan? Oh. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Oh. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Ja, ja, ja. Licht valt uit. Maak je niet druk, meisje. It's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Go to Alice. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. Aww. We'll just break out the candles. Ja, we gaan gewoon even een kaarsje aan doen natuurlijk, hè. Maak een beetje romantisch. Kijk eens. Oh. Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Aww. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, the clicker. I'd flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Ja, 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 ja. Goed zo, zoom maar uit. Dat hoef je niet te zien. Mooi die sneeuw. The present day. Oh. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Ik moet het rustig aan doen. De dokter heeft mij even geïnspecteerd. En bedankt dokter voor het kijken in mijn ogen. Maar dat had je niet hoeven doen. Want ik voel me gezond. Wat ik moet liegen over dat wat er is gebeurd. Want anders gaan jullie gek denken. En moet ik daar in de gesticht. Dan kan ik helemaal alles niet meer redden. Zo. Dat is een korte uitleg. Maar dat is eigenlijk wat er aan de hand is nu. Op dit moment.
En, oké, zit ik nou serieus op een politiebureau? Waarom ben je op een politiebureau? Sarah, waarom heb je me hier opgesloten in een politiebureau? Ik weet dat ik niet achter de balie mag komen, maar ik kom er lekker toch. Hallo. Ik moet niet met jou praten, sorry, ik ga weer weg. Talk to Sarah. Waar zit Sarah? Nee, dat is die dokter. Weg. Waar is Sarah? Ik moet Sarah nu spreken. Red. Reed. Wat kan ik readen? Reed. Missing. Hey. Is dat niet die man? Hey, nog meer. Oh, mensen. Kijk, dat zijn... Misschien zijn dat wel spelmakers. Ik denk het wel. Nou ja, goed. Waar moeten we heen? Waar moeten we heen? Ambulance? Is het nou een politiebureau of een ambulance? Ik weet het niet. Nou, daar kunnen we ook niet heen. Talk to Sarah. Mr. Wake? Ja? The sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Nou, en? Ik wil niet naar de office. Wat kunnen we hier doen? Ik druk gewoon random op knopjes. En wat hadden we daar dan? Een manuscript en een koffiebekertje. Die hebben we nodig, die koffiebekertjes. Hoeveel hebben we er nu? Even kijken, kunnen we dat zien? Koffiebekertjes? Koffiebekertjes. Statix. Koffiebekertjes. 7 van de 100 koffiebekertjes. Nou, dat zijn er aardig wat. Zo, Aria, daar kan je heen. Ja, ik ga al naar de sheriff. Oh. Sheriff office. Ik ga al naar de sheriff office. Hier is het. Hallo, mevrouw. Pick up cell phone. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stuckey's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. She locked me on heaven! You no caller. Oh. Is dat niet die vrouw? Van hem? Alice? Hello? Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. Oh yeah, Monty, man on the telephone. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Mister! Hallo meneer. Nee, je hoort in de cel. En je hebt een trainingspak aan, dus je hebt waarschijnlijk te hard gelopen. Snelheidsovertreding. Wat hebben we hier nog? Manuscript? Een manuscript in de cel, oké. Okay. Moeten we altijd nodig hebben? Oké, okay, we gaan naar buiten, jongens. Wauw. Ziet er mooi uit, jongens. Mooi spelletje. Oké, okay, we moeten naar de fence on the left, maar daar zie ik een koffiekan. En die hebben we eerst nodig, dat weten we. We gaan voor die koffiekans. Nou ja, ik mis er... Ik, op de Xbox speel ik ook het spel en dan mis ik nog een stuk of 11 volgens mij van die koffiekans. Dus ja. Oké, okay, waar moeten we heen? Daar moeten we heen. Kan ik hier overheen klimmen? Een hole in the fence. Oké, okay, waar is die, dat hole? Hier? Ja, hier zo. Alice's driver's license had been placed manuscript. On the seat. The caller meant business. We kunnen daar naar boven, denk ik. Kan ik daar niet naar boven, jongens? Gewoon even dat laddertje. Waar moet ik heen? Even zoeken. Junker, dat is toch dat apparaatje hier? Ding? Oh hier, zet wat in. Pick up. Barry? Ow! Oh, thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here, here at Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going? I had to get the sheriff to let me go. Oh, I need oh. to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Exit the sheriff's station. Nou, dan gaan we maar weer terug. Gevoel dat er wat gaat gebeuren.
Oh, hij slaapt. Oh. The writer is a light that reveals the world of his story from darkness. Shape. Marvelous, sir. I just wanted to settle all the damage. Mark Warden. Ik heb lucht voor je aangedaan. Dan niet. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff Dag. Has been Zo. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Hey! Oh my! Take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Oké, okay, Barry is mijn grote vriend. Barry is mijn maatje, mijn holmaatje. Gewoon mijn goede grote vriend. En hij helpt me even uit shit. Je weet zelf. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. Kijk die beer op de achtergrond. Is dat een beer? To see you again, Mr. Wake. Later. Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. takes a swing at everybody. Okay, this is zijn cabin. Oh wow. Hallo meneer de T-Rex, of wat is het? The skeleton of a Columbian mammoth. Dat is een mammoet, jongens. Wat een mooie gaaf gedaan, joh. And she was very helpful when I was looking for you. Ja, hou je mond, ik ben aan het kijken. Talk to Rusty. Nou gaan we naar buiten. Kijk, dit vind ik echt. Ja, dit kan ik nog herinneren van het spel. Prachtig, dit is zo mooi gedaan. Hey. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth. Ja hoor, ik haal wel weer wat. Okay, sure. Gelukkig geen geesten meer, jongens. Got a guy and his body just disappeared. When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No. Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Do and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong. It's a good story. Could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al. We hebben weer een koffie, jongens. En dan gaan we naar die man toe. Hallo, ik heb voor jou deze prachtige papieren. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Bedankt voor de keys. Hij pakt het ook niet op. Hij gooit zijn hand erop zo. Pleh, ik heb het gepakt. Gewoon die sleutels zo. Sleutels. En dan gewoon van... Gewoon zo. Er tegenaan slaan. Zo. Hop. Ik heb hem. Get the keys and get to the car. Hey, we gaan naar rijden. She's my wife. And it's my call. Can we talk about this later? Open de deur. Kijk. Rijden! That's just crazy talk, Al. Al? 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 Hij noemt me Al? Or call the FBI. Damn it, Barry. They'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. Who's he? Going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay, okay then.
I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Kijk hem niet zo, wat heb je toch? Careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist. Or it'll be deliverance all over again. En waarom... Nou, hou eens op met dat niezen. Oh, this place is trying to kill me. I bet there's mold in here. Spores. Nou, die gozer is dus een beetje ziek aan het worden, of... Oh, kijk, een koffiekan, Lekker, lekker thermoskan. Koffiekan met de thermoskan. En batterijen, dat hebben we ook nodig, want we hadden eerst 15, nu hebben we er pas maar 9. Een beetje jammer dit. Sorry hoor, ik deel alleen maar licht uit. Klein grapje kan er ook al niet vanaf. En we zitten weer in de game. En we gaan naar Lover's Peak. En waarom nemen we niet gewoon die auto? Ik bedoel, we hebben sleutels gekregen voor die auto. Waarom gebruiken we dat dan ook niet? En voordat wij verder gaan met de volgende aflevering, wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Alan Wake. En kijk zeker volgende keer terug. En dan gaan we zeker verder met deze ontzettend gave game. Bedankt voor het kijken. En doei doei!